De strafzaak tegen de verdachten van misdrijven in Peking Saron is door de kantonrechter op 26 april 2024 voortgezet. Getuige SJ, een bewaker van Grasalco, werd verhoord terwijl andere getuigen afwezig waren. Daarna begon het verdachtenverhoor waarbij RM als eerste werd ondervraagd. Vanwege afwezige advocaten werd het verdachtenverhoor uitgesteld naar de volgende zitting op 3 mei 2024. Morgen is er een speciale dienst in het kathedraal voor de slachtoffers van de Peking Saron-zaak. Voor de dienst zal er een stille loop gehouden worden vanuit de Palmentuin. Het Franse Night Marine Infantry Regiment heeft tijdens haar bezoek aan Suriname tussen 8 en 19 april geholpen bij het moderniseren van de schietbaan van het Nationaal Leger naar internationale standaarden. Ze trainden Surinaamse militairen, deelden kennis over verschillende aspecten van militaire operaties en voltooiden de overdracht van FAMA's geweren aan Suriname. De vernieuwde schietbaan staat nu open voor zowel Surinaamse als buitenlandse militaire training, wat de samenwerking tussen de twee landen en hun bereidheid om gezamenlijk uitdagingen aan te gaan benadrukt. Minister Dazai van Rom en president Santokki hebben op 26 april 2024 het vervolg van het Kringbirti-project op de Baitul Rahman School in Kommerwijnen ingeluid. Het project, dat gericht is op het minimaliseren van milieuvervuiling, begon in Yarikaba, Sidoregio en Flora. Het doel is bewustwording en betrokkenheid van de gemeenschap te vergroten bij het streven naar een schonere omgeving met activiteiten zoals afvalscheiding en recycling. De regeringsfunctionarissen benadrukten de noodzaak van burgerparticipatie en het behoud van een schoolmilieu voor toekomstige generaties.